Mr. Midnight is een dienstenretailer, gestart in 1957. Het verhaal wel dat de toenmalige stichter, de heer Ryan, op de Grote Markt van Brussel zag dat de dames hun hakken stuk liepen op de kasseien en is in feite aan de ingang van de Innovation op de Grote Markt een bartalon gestart, een hielenbar. En zowel de legende is het ontstaan van ons bedrijf in feite gebeurd daar. We zijn nu 60-tal jaar later. Zijn we uitgeroeid tot een Europese dienstenretailer met een 900-tal shops aanwezig in de meeste Europese landen. Qua offering zijn we nog altijd natuurlijk meest gekend voor onze schoenherstellingen en sleutelduplicatie. Maar daarnaast doen we ondertussen een hele set van extra services, gaande van horlogerie, uurwerkherstelling, alles wat dat personalisatie betreft, drukwerk, gravuren, stempels. Daarnaast doen we ook een assortiment kleine lederwaren, nummerplaten, noem maar op. Qua probleemstellingen, we hadden twee uitdagingen. Het vervangen van ons huidig MPLS-netwerk voor de branch offices en het vervangen van de winkelconnectiviteit. De belangrijkste vereisten waren daarin dat het systeem future-proof moest zijn, dat het centraal kon beheerd worden, dat het een extra laag van security kon geven, dat we tevens ook meer inzicht zouden krijgen in de wandtraffic. Zero-touch provisioning naar de winkels toe was zeker een vereiste. En dat we ook beide uitdagingen, zowel voor MPLS als winkelconnectiviteit, door dezelfde partij kon laten gebeuren. Om deze migratie naar een secure SD-platform in goede baan te leiden, waren we op zoek naar een partij die ons van A tot Z kon begeleiden. En dit ook met de nodige aandacht naar onze specifieke vereisten. In deze zoektocht kwamen we terecht bij Van Roel, die de complexiteit van onze netwerkinfrastructuur zou kunnen vereenvoudigen, maar met een ijzersterk security ecosysteem en duidelijke SLA's. Mr. Minute kwam in zijn zoektocht naar een toekomstgerichte oplossing voor de vervanging van zijn bestaande en verouderde MPLS-WAN-oplossing al snel in contact met Van Roel. Na enkele gesprekken met de klant besloten we om de puzzel voor de nieuwe WAN-oplossing te leggen met het uitgebreide ecosysteem van Fortinet. Binnen het kader van de FortiFabric hebben we verschillende connectiviteits- en security-oplossingen met elkaar verbonden die klaar zijn voor de toekomst. Zo maken we in zowel het hoofdkantoor, de verschillende filialen als in de meer dan 450 retailshops van Minute gebruik van FortiGate SD-WAN firewall routers. De FortiManager laat Minute toe al deze firewalls centraal te beheren en zo een uniform securitybeleid te distribueren naar alle FortiGates. Dankzij de FortiAnalyzer kunnen ook de logs gecentraliseerd worden van al de vestingen en dat geeft een pak meer inzage in onder andere surfverkeer, dataverbruik van applicaties, eventuele security aanvallen enzovoort. Tot slot hebben we het niveau qua security veel opgekrikt door het toevoegen van onder andere FortiMail Mail Security en FortiTelemetrie Network Access Controle. Bij deze wil ik Filip en Luc bedanken voor de aangename en vlotte samenwerking het afgelopen jaar en kijk ik er naar uit om ons partnership de volgende jaren te verstevigen. Dankzij FortiFabric en Unified Threat Management kunnen we via één beveiligingsplatform al onze toestellen centraal en overzichtelijk beheren. Dit alles zonder in te boeten op de toegankelijkheid van data noch internet, wat voor ons een absolute must was. Zeer leuk om genomineerd te zijn als project van het jaar. Voor ons bedrijf was het een heel belangrijk project. De communicatie tussen onze centrale diensten en onze shops, zeker met de huidige noden, maar ook de toekomstige noden, was het belangrijk om daar de juiste keuze te maken. We zijn dan ook heel blij met de keuze en de oplossing die we gekozen hebben. En we hopen dat dit het begin mag zijn van een succesvol partnership met Farouk.